Champagne komt uit de meest noordelijke streek van Frankrijk. En dat is een streek, ja, wat zou ik zeggen, het is eigenlijk een rotstreek. Want je kan daar eigenlijk geen wijn maken. Het is veel te koud, het is altijd klote weer daar. Dus die wijn, die druiven worden niet goed rijp. En die wijn is eigenlijk hartstikke zuur. Nou, hoe lossen die wijnboeren dat daar nou op? Die maken een mengwijn. Die champagne die wordt van verschillende soorten druiven gemaakt. Dan heb je meer kans dat er ooit een keer een druif rijp is. En vervolgens hebben ze de wet veranderd, zodat je suiker bij de wijn mag gooien. Dat mag in heel Frankrijk is dat verboden, maar in Champagne hebben ze dat zo veranderd dat dat wel mag. Verder, dat is eigenlijk nog het allerslimste, als je wijn maakt, ontstaat tijdens de fermentatie altijd een beetje gas. En dat laat je ontsnappen uit de cuves. Dan krijg je mooie, stille wijn. Maar die champagneboeren die laten de wijn nagisten in de fles. Dus als die open gaat, dan gaat dat spuiten. En door dat spuiten, hè, die belletjes in die wijn, dat maakt het echt tot het moment als die fles open gaat. Hè. Normale wijn, maak je een fles open, oké, okay, fles neem je een glaasje wijn. Maar champagne, dat begint meteen te spuiten, de stemming zit er meteen in. En dat is de grootste marketingtruc van de eeuw. Want daardoor is het huwelijk champagne, rijbewijs champagne, jarig champagne, altijd champagne. Dus dat is natuurlijk van, ik ben er zo stik jaloers op. Geweldige uitvinding, niets dan lof. Maar, eerlijk gezegd, zelf ben ik er niet zo kapot van. Met oude jaar, bijvoorbeeld oud en nieuw, hè, dan heb je al het een en ander gedronken en dan gaat om 12 uur die champagne open en dan wordt iedereen champagne wordt ingeschonken. En dan zie je zo van lieverlee al die glaasjes zo richting vensterbank verdwijnen. Omdat mensen toch liever een biertje hebben. En dat is natuurlijk toch een dure liefhebberij, want dat kost toch al wat, zo'n fles. Hè? Dus daar heb ik een tip voor je. Want ik kan me voorstellen, als je wil ploppen en schuimen voor een feestelijke gelegenheid, neem dan Cremant de Bourgogne. Dat is een champagne die geen champagne mag heten, omdat die wijnboeren net buiten dat gebied van de champagne vallen. Dus die mogen dat niet zo noemen. Maar het smaakt hetzelfde, min of meer dezelfde druiven. Het is hartstikke lekker en het kost minder dan de helft. Dus spuiten en knallen voor de helft van de prijs. Schat, gaan we eten?